130! Kim, hier zitten we weer. Ja, ik had... kamertje, helemaal ik, alleen. helemaal alleen in een vergaderzaal. Kim, we hadden aan onze kijkers van de podcast Double Top beloofd dat we nog één video zouden maken. Ja, klopt. En de video is desbetreffende de uitsmijter die we altijd doen. En dat is altijd een quiz met onze gast. Oké. Okay. Dus ik denk dat je nu ook een beetje overvalt wordt. Ik ben benieuwd. Ja, dus de quiz die we altijd doen is met onze gast in kwestie 5 namen lanceren. En jij moet dan raden op welke plaats op de Order of Merit dat die personen staan. En we maken daar een ranking van. Oké. Okay. Ja. Dus tot nu toe hebben we al 2 Nederlandse gasten gehad. Deze video wordt dus iets later opgenomen. En dus Kim, ga ik nu 5 namen op jou afvuren en jij moet hun plaats op de ranking raden. Goh, ja. Go. Ready voor? Go. Ja? De eerste naam die ik op u lanceer is een van uw persoonlijke vrienden in het circuit, Simon Whitlock. Oh, Simon Whitlock. Ga dan 41. Jij zegt plaats 41. Voor alle duidelijkheid, je gaat minpunten scoren. Als je het verschil, zal ik maar zeggen, tussen de plaats... Stel dat hij 32 is, heb ik -9. Ja, dus zo min mogelijk minpunten moet je hebben op je rangschikking. Okay. Nu, echt serieus, Kim. Een van uw persoonlijke vrienden en zeer genegen in het circuit, uw broer, Ronnie Huibrechts. Oh, nee. Dat is geen makkelijke. Nee. Dat geef ik toe. Oh my god. Oh. Ik verlies sowieso. Want daar heb ik nu eens echt geen flauw idee van. Wij hadden gedacht dat je dat juist wel zou weten, waar je broer zou staan. Oh, slecht. Dat is echt slecht. 93. 93. Oh, ik ga er zo ver naast zitten. Volgende is Josh Rock. Josh Rock. 25. 25. Dan de positie van onze eerste gast in Double Top, Jeffrey de Zwaan. Die heeft sinds deze jaar terug zijn tourkaart, denk ik. Mm-hmm. Dus, dat gaat dus in principe moet hij niet te hoog staan. Hij pakt 67. 67. En dan een kleine instinker van mij, niet boos zijn, Kim. Laatste naam is Ricky Evans. Ricky Evans staat hier voor of achter mij, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zal wel voor mij staan, denk ik. Hè. Pakt 28. Geen idee. 28. Nu, we gaan eens overlopen, Kim. Ik kan nu al zeggen, Kim gaat niet op plaats 1 komen. Oh. Het is zelfs redelijk dramatisch bij sommige antwoorden. Echt? Ja. Maar... eigenlijk begin je heel goed, Simon Whitlock. Je zet hem op 41. Hij staat op plaats 44. Oh, dat valt mee. Dus dat is min 3. Dus dat is heel goed gedaan. Oké, okay, dan ronden we hier af. We ronden af. Voilà, dames en heren, dank u wel. Tot de volgende. Nee, Ronnie Huibrechts staat zelfs niet in de top 100. 123ste. En jij zei 93ste. Dan zei ik niet 193ste? Nee, dan nog. 93 is dan dichterbij. Maar dan... ik heb hem wel beter gezet dan had hem staan. Love you, broertje. Ik wist dat eigenlijk wel, maar... dus dat is min 30 in dit geval. Ja. Josh Rock, daar trekt je het opnieuw. Heel goed recht eigenlijk. Jij zei 25, hij staat 27. Oh. Dus min 2. Dus op dit moment heb je een score van min 35 na 3 namen. En ik ga je zeggen, Jeffrey de Zwaan heeft bijvoorbeeld een score van min 39 gehaald. Maar, er staat daarmee nog altijd op de eerste plaats. Je zei dramatisch bij sommigen, dus er zullen nog wel wat... Ja, want Jeffrey de Zwaan die gaat wel het verschil maken nu. Die staat veel lager. Veel lager? Ja, die staat op plaats 92. En jij had hem op 67 gezet. Oh. Dat is wel een stevige. Ja. Dus dat is 25 punten. Dus min 25. Dus daar maakt Kim zijn downfall. En ik heb het niet over zijn ranking. Maar ik ben blij dat ik iedereen wel hoger positioneer dan als ze eigenlijk staan. Dus. Dat is waar, want Ricky Evans positioneer jij ook veel hoger dan hij staat. Ja? Ja, ja, die staat niet voor u. Die staat op plaats 49. Oeh. En je hebt op plaats 28 gezet. Oké. Okay. Dus je bent nog altijd beter dan Rapid Ricky. Maar je ziet dat ik totaal niet bezig ben met ranking. Nee, dat klopt wel. Dat klopt. Is dat iets waar je totaal niet mee bezig bent, Kim? Totaal niet. Dus dat is in dit geval nog eens 21 knotsen erbij. In de min. Ik vind het niet zo heel erg.
Nee. Dat ik hier niet goed op scoor. Nee. Nee, kijk. Toch bedankt dat je nog deze quiz wou doen. Maar ik ga je nu is al moeten zeggen... Is take 2? Nee, ik vrees ervoor. Sorry. Okay. Dus Kim, dit klassement ga je niet winnen. Nee, oké, okay, is goed. Maar er zijn genoeg andere dingen om in te winnen. Ik leg me erbij neer, Matthias. Okay. Bedankt. Dank je wel, Kim.